Ludiek. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan organiseren? Nou, door twee redenen eigenlijk. De muziekjes die klaagden erover dat ze eigenlijk heel weinig te spelen hadden. En de tent stond leeg. En toen zeiden we, als we die twee nou bij elkaar pakken, dan gaan we toch gewoon een hele gezellige avond maken voor Concours Ludiek. En hoe bevalt het tot nu toe, de derde keer? Het gaat heel goed. We zien dat er steeds meer belangstelling is. Zowel van de kapellen als van het publiek. En dat het aardig vol loopt. Je moet eigenlijk maar een kijkje nemen in de zaal. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Want waaruit bestaat de avond nou? De avond bestaat sowieso uit heel veel activiteiten voor de kapellen. En daarnaast met een sausje van ludieke activiteiten. En is het nou zo dat er alleen maar mannen binnen zijn? Nee, wij zijn geen tegenhanger van het Schoonvrouwkensavond. Wij zijn een avond gewoon voor mannen en vrouwen. Voor iedereen die van muziek houdt. En dat zien wij hier ook heel duidelijk terug. Mannen en vrouwen die komen gewoon lekker binnen. In 2008 de vierde keer? 2008 de vierde keer, absoluut. Veel plezier nog, hè? Dankjewel. Voor de muziek.